Anja Pollemans is nog maar 2 jaar als haar ouders verdrinken. Samen met tante Sjaan overleeft ze de ramp. Later groeit ze op bij haar grootouders. Ze vertelt haar verhaal aan dijkgraaf Jan Bonjer en heemraad Mario van Maurik. Ik weet echt helemaal niks van. Alleen van horen zeggen. Ja. En wie hebben u die verhalen verteld over die tante natuurlijk. En later mijn oma en opa, dat we in de Julianenstraat woonden. En dat daar de meeste mensen verdronken zijn. Dat weet ik dan. En dat, ik was 2,5. En dat daar de meeste, een oom woonde naar ons, Geert Stoop, geloof ik of zo. Ja. En daar praten ze dan wel eens tegen. En die tante die was natuurlijk invalide. En die moest pas 14 dagen ervoor geopereerd. En die moest toen naar boven op het trapje, terwijl die Tante Sjaan woonde, of die sliep beneden? Die sliep beneden natuurlijk, want die was ongelukkig. Dus die kon niet naar boven. Maar toen moest ze wel naar boven natuurlijk. Ja. En ja. Ik heb ook wel eens gehoord dat ze een bootje langskwam. En dat ze zei, geef dat kind alvast maar mee. Nee, zei ze, dat doe ik niet. Nee, dat deed ze niet. Dus Tante Sjaan heeft u eigenlijk aan het hart. Ja, maar ze wou gehouden. Niet. Ze wou niet natuurlijk, ze dacht natuurlijk van, dan zien we wel wat er van komt. Want ik blijf hier bovenop op dat dak gewoon. Ja, toen het water zo hoog kwam, zijn we geloof ik op de kaai. Daar was het minder het water. Ja. En daar zijn we toen en daar hebben oma en opa me in gehuild, geloof ik, of zo. Mijn vader en moeder zijn natuurlijk verdronken. Ja. En toen zijn we, ik denk van, heur heeft toen daarna een huisje gehad in Oude Tongen. Bij in de eerste invalidehuis. Ja, het eerste invalidehuis uit heur gehad. Ja. In Oude Tongen. En dat zag ik toen ik uit school kwam. Toen kwam er een grote vrachtwagen en toen kwam ze daar. Tante Sjaan kwam wonen in dat eerste invalidehuisje. Ja, in dat eerste invalidehuisje. Dat weet ik nog, dat ik van die aftijd altijd kwam natuurlijk bij de. Want u was intussen geadopteerd door uw opa en uw oma. Ja. En ik heb ook wel eens gehoord dat ik dan hier zou komen en dan daar. Maar in ieder geval. En Tante Sjaan had me ook graag willen hebben natuurlijk. Ja, u was best populair. Nou dat weet ik niet. Maar je wil dat altijd wel, geloof ik. En wat zei u tegen uw opa en oma? Gewoon vader en moeder. Ja. Later. Toen dacht ik, waarom hebben die allemaal een vader en moeder? En toen heb ik dat, denk ik, gevraagd of zo. En toen heb ik vanaf het begin gewoon vader en moeder gezegd. Als het hard waait of zo, dan ben ik ook wel een beetje benauwd. Ja? Ja. Ja, maar daarom zag ik die tante. En is dat erger geworden naarmate u ouder werd? Ja. Maar ik ben heel bang van water. Ja, dat is echt gewoon, dat heeft u meegekregen, dat is altijd zo gebleven. Ja, dat is altijd zo gebleven. Water is niet pluis. Nee. Helemaal niet. Want Sjaan, die praat er elke dag over. Elke dag? Elke dag. En als ik dan als kind dan dacht ik, wat is dat zeg. Ja, dat dacht ik dan. Altijd praten die erover. Maar kwam ik dan bij mijn oma en opa? Nou, die praten er heel weinig over. Maar dat is het verschil natuurlijk. Zij was alleen. Ja. En zij had een huishouden. Ja. Of dat gaan deed tegen iedereen die kwam, hè? Tegen iedereen. Ja. Want ik kwam er vroeger wel eens. Ja, en dan daar kwam, was er visite of zo. En dan zei ze, dat is Anja van mijn jongste broer. Ja, dat weet je toch wel. Ja, dat was gewoon zo. Ja. Hey, en ze verwende me heel erg op. Ja. U dat was het lievelingsnichtje. Ja. Lijkt u op uw moeder, denkt u? Ze zeggen van wel. Ja? Ja. Van de foto. Want ik heb de foto nog. Ja? Ja, ze zeggen het wel. Ja. U heeft foto's van uw ouders? Ja, die had ik. Ja. Ja. En zo'n wit prantje. Ja. Zo'n, waar van alles op staat natuurlijk. Achteren. Wat voor beeld heeft u van uw ouders? Want ze waren jong. Ja, ze waren heel jong. 24 en 30. We staan bij de herdenkingsplaat, het graf, in het massagraf van uw moeder. Ja. Uw vader ligt iets verder. Iets verder. Waarom liggen ze uit elkaar? Ik heb mij laten vertellen dat ze niet gelijk gevonden waren. Dus ik denk dat hij door komt. Ja. Ja. Uw moeder was in verwachting? Ja, ze was zwanger. We zijn hier bij het graf van uw vader. Ja. Dingeman Dirks. Ja.
Dat. Oud 30 jaar. 30 jaar, ja. Klopt. Ja. 68 jaar geleden. Ja. Ja. Ja, ik was even van nader op. Vleer 70 geworden. Ja. Wat een mooie.